is vandaag een hele spannende dag. Want vandaag vinden de audities plaats van de rollen van de nieuwe film van de makers van de Chameleon. Dat gebeurt hier. Ik ben heel benieuwd hoe de kids dat doen. Wat er allemaal gebeurt. En misschien hebben ze van mij ook wel een rol. Ha! Ah, moet ik hier zijn voor de audities van de film? Ja! Kijk, dan kom ik er gezellig bij. Het is hier wel gezellig, hè? Ja! Dat is leuk. Hey, jij gaat ook auditie doen? Ja. Wat gaat er allemaal gebeuren? Je moet teksten leren en dan moet je dan voor de jury moet je dat gaan acteren met Sietse en Hielke. Oh, die zijn er ook! Dat is de hoofd van de jury. Snel! Joep Sertels. Wat zo vreemd is, jullie boot voor alle zes van kleur. Dat zijn de twee broertjes, Hielke en Sietske, Jos en Koen. En wie is dat? Kees! Ja, hoi. In het echt heet hij Arjen. En... Ruisharige. Ik pak jullie nog wel. En dat is Jelle. En die speelt Ronnie de Haan in de Chameleon 2. En waarom zijn jullie nou hier? Jullie gaan auditie doen. Het is heel spannend, want er zijn... 5 meisjes of jongens die dus een rol gaan spelen in de nieuwe film van de maker van de Chameleon. Hebben jullie goed voorbereid? Hebben jullie veel geoefend? Ja! Ja? Nou, hartstikke goed. Dan gaan we jullie zo roepen en dan mogen jullie auditie doen. Chameleon. Dat is het! Chameleon! Wij zijn de schippers van de Chameleon! Zeg, wisten jullie dat ik trouwens ook al een keer had meegedaan aan de screentest? Ja. Ja? Nee? Wist, nee, je wel, ja. Wist je nou wel of niet? Ja, nee. Ja, nee. Nee. Ja, jee. Nee, dat was voor presentator bij Jetix. Toen nog Fox Kids, nu Jetix. En dat was in 99, dus dat is al 6 jaar geleden. En ik was lekker wel de beste. Hoi, ik ben Leon Kraagspond. Ik ben 26 jaar en ik werk in een huis met verstandelijk gehandicapte mensen. Dat is leuk om te doen, maar misschien word ik wel de nieuwe presentator van Fox Kids. Hoe leer jij je tekst dan? Eerst de tekst uit mijn hoofd weten en daarna het ook spelen en zo. Hé, hey, wat denk je dat ze zo meteen allemaal gaan vragen of zeggen wat je moet doen? Ik heb geen idee. Ik vind niet één. Jawel, we zullen zien wat ze doen. Dankjewel. Mag ik maar gaan? Ja, jij mag. Hallo. 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 We gaan hem even repeteren. We gaan nog een keer oefenen. 2 jongens, ik weet niet. Uit de stad, denk ik. Eentje had rood haar. De andere een vrat op zijn neus. Met een oliebol. Wij gaan wel achteraan, hoor. Ja. En als ze te pakken krijgen, oei, oei, oei. Dat is Fideel van u. Fideel? Lief, betekent dat. We zullen wat drop voor u kopen. Dat is goed bedoeld, maar met drop ben ik niet te genezen. Ik heb astma. Dat is een ziekte van de longen. Ik heb bloedarmoede, ziet ze. Ik moet 6 weken plat liggen en binnen blijven. Ik zou helemaal gek worden. Ja, wat moet je nou de hele dag doen? Niks. Een beetje naar buiten kijken. En af en toe slapen. Waarom ga je nou auditie doen? Ik wil graag een film spelen. Maar wil je dat ook nu 1 keer of wil je ook echt acteur worden? Ja, dat wil ik ook wel. Ja? Dat vind ik leuk om te doen, ja. Hé, hey Leon, dan moet jij dan geen screentest doen? Ja, dan moet ik natuurlijk wel mijn tekst leren. Ja. Hé, hey, boertjes, zitten jullie in een wasstijl? Hé, hey, boertjes, zitten jullie in een wasstijl? Hé, hey, boertjes. Moet je zo doen. Hé, hey, boertjes, zitten jullie in een wasstijl? Hé, hey, boertjes, zitten jullie in een wasstijl? Ja, zo, goed. Ah, veel makkelijk. Koen, Jos, vandaag bieden jullie tegenspel tijdens de screentest van de kandidaten. Ja. Maar er is een moment geweest dat jullie zelf screentest moesten doen voor de Chameleon. Herinneren jullie dat nog een beetje? Hoe ging dat? Nou, ja, eerst moest je gewoon een foto insturen met motivatie waarom je het deed. Ja. Net zoals hier. En nou, daar werd je op uitgezocht en dan moest je naar het Chameleon dorp komen. En hadden ze in het dorp helemaal een set nagebouwd en dan moest je dan een scène spelen. Ik had een vriendje in de stad. Hoezo? Nee, niks. Zomaar. Nou? Ja, ik heb eigenlijk 2. Hé, Leon, wil je ook acteur worden? Ja. Hoeveel mijn foto? Denk je dat dit in de krant kan? Ja, zeker. Ja?
Maar ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat mijn screentest, sowieso, de auditie zelf sowieso bij mij heel erg vloeiend gaat. Heel, gewoon lekker. Ik ben ook helemaal niet zenuwachtig. Als ik het nou fout doe, als ik mijn tekst nou vergeet. Doe je het gewoon nog een keer. Ja, dat is ook lekker stom. Sorry, ik doe het nog een keer. Dat denken ze ook van, ik krijg geen rol. Doe niet zo zenuwachtig. Nee, dat ben ik ook niet. Kijk maar, hier is heel rustig. Joep, waar let jij altijd op? Ik vind het belangrijk dat er een beetje kleur in zit. Als ze een scène hebben over iets waarover ze weg kunnen dromen, wil ik dan ook eigenlijk wel zien dat ze ook weg kunnen dromen. Als er staat dat ze verdrietig zijn, dan wil ik dat ook wel zien eigenlijk. Weet je, dus er moet kleur en er moet ritme in zitten. Ja, niet zenuwachtig worden. Ga maar lekker je tekst daar lezen. Toedeloe. Toedeloe. Oh. Ja, ik moet het ook leren hoor. Ja. Lees maar snel dan. Hier, een heel lang, heel groot stuk. Volgens mij heb ik nog wel even de tijd. Ja. Volgende. Kom maar. Jij mag niet mee. Ik zeg doei. Doei. Nou, hallo. Dag. Oké, we gaan een keer repeteren zonder camera. Ga je gang. Ja. Hey, boertjes. Zitten jullie in een wasstijl? Tekst. Oeh. Ik ben bang. Oh, ik ben bang. Wat je nou, hè? Billy Turre. Wacht even. Pak hem weer vast. Wacht, ja, wie? Vastpakken. Ja, wie dan? Oh, maakt niet uit. Kom maar op, boertje. Ik zal je een lesje leren. Hé, wat moet dat daar? Deze boertjes zoeken ruzie. Ze bedreigen ons. Helemaal niet. Oh, en nog liegen ook zeker, hè? Leon. Kan je kleiner misschien proberen? Op mijn knieën? Nee, kleiner spelen. Dus niet, wow, ik ben bang, maar oeh. Oh, met je, ja. Oeh. Misschien een beetje als die foto, zo. Hoe? Ja, ingehouden. Concentreer, focus, maak je overgangen, kleur, weet wat je subtekst is. Oké. Zijn niet te vertrouwen, meneer, die twee. Nou, jullie zoeken het maar uit, stelletje strontzoekers. Jullie nog een keer. Als het dan zover is, dan zou ik maar uit jullie doppen kijken als ik jullie was. Toedeloe. Dus. Ja. Is dat alles wat je kan? Nee. Ik kan wel meer natuurlijk. Dankjewel, Leon. Dag, Leon. Volgende. Hey Leon, is het goed gegaan? Ja, ik zat er wel in. Ze zei ook, ik kleurde het heel goed, zei hij. En de subteksten was ik heel sterk mee bezig. Ik ga lekker weten. Kom op. Wie ben je aan het bellen? Mijn moeder. Je moeder? Heb je al auditie gedaan? Ja. En je bent nou aan het vertellen hoe het ging? Mm-hmm. Ja, en wat zeg, hoe is het gegaan dan? Oh, goed. Ja? Ja. Geef mijn mama eens even. Kom maar. Oeh, ik ben bang. Ik ben heel erg bang. Wat had je nou, boertje? Wat had jij nou, Billy Turf? Kom maar op, broertje. Ik zal je een lesje leren. Nou, wat is er aan de hand? Die boertjes bedreigen ons. Ze zoeken ruzie. Helemaal niet. Oh, ook nog niet gezeken. Ze zijn totaal niet te vertrouwen, meneer. Kom je wel eens tegen en als dat gebeurt, zou ik maar als je dop kijkt. Toedeloe. Dag, moeder van Tuin. Dag, je spreekt met Leon van Jetix. Hij heeft al auditie gedaan en het ging volgens hem helemaal goed. De laatste auditie zit erop. Tijd voor het juryoverleg. Ja. Ze was wel, nee. Ze was humor. Ik denk dat ze altijd lacht. Dat jij niet makkelijk iets kan zeggen, want doe nou eens serieus. Ja, ik weet niet. Maar de concentratieproblemen waren ook aanwezig. Dus ik ben ervoor om deze toch even te plaatsen naar een iets minder belangrijk rijtje. Even de mooiste meisjes die erbij waren. Het knapste meisje. Ja. Zij kon dat echt zo oppakken. En dat deed je gewoon... Echt super brutaal. Ja, heel brutaal. Dit mannetje is natuurlijk wel een tof gozertje, maar hij kwam niet uit de verf. Oké, jongens, volgens mij... Zullen jullie er allemaal over eens? Ja. Ik wel. Ja. Wordt dit het? Dit is het. Oké, het is hartstikke spannend. De jury heeft vergaderd. Ze zijn eruit. Die komen zo hierheen. En ze komen vertellen wie
Ja, wie gewonnen heeft, zijn we zenuwachtig. Ja! Daar zijn ze. Zo! De jury is eruit. In willekeurige volgorde zijn het geworden. Martine Wijnhorst. Hey! Anneke Boltering. Ja. Debra. Oh ja. Jacinta Drijsner. En Anne Kolen. Actie! Oké, jongens en meisjes, Leon. Dit is nog een nieuwtje, want we hebben nog een rol. Hey! Maar er konden wij niet uitkomen, dus kunnen de kijkers van Jetix op www.jetix.nl stemmen. Dus jullie maken allemaal nog een kans. En op allemaal. Ja. We hebben voor iedereen een hele mooie Chameleon 2 tas. Oh, met allemaal cadeaus! Oké, er zijn 5 rollen weggegeven. Helaas staat er geen rol bij van mij. Nou, we hebben nog 1 extra rol over. En daarbij ben jij regisseur. Surf naar jetix.nl en breng je stem uit op jouw favoriete kandidaat.